Bleek eigenlijk dat die grote auto een beetje overbodig was, want ik kon steeds meer spullen kwijt bij de klanten zelf. Dus zo'n grote auto, zo'n grote bus was niet meer nodig. Dus nu heb ik deze. Alleen maar daar staat en zonder reclame, dat is eigenlijk een gemiste kans. Dus doordat die auto daar staat met reclame, is het ook goed voor... verleden is die begonnen, ik werd een proef en toen dacht ik, moest ik wel heel erg wennen. Dus een hele nieuwe website en ik moet eigenlijk in mijn gedachten moet ik nog om. Maar die website is nog niet klaar. Maar hij liet dat als hij laat het nu even als voorbeeld. In het midden, ja. De nieuwe bouw laat het. Ja, mijn zus van Ewout. We wonen in een oud huis hoor. Ik werk niet voor Hetema Service. In de beginperiode dat Hetema Service ontstond, met eenmaal gesteund met tips en adviezen over materialen, maar ook om teksten te schrijven, vragen van klanten te beantwoorden. En naarmate hij groeide in zijn functie, ging hij zelfstandig alles doen. En hij heeft ervoor gezorgd dat hij voldoende mensen om zich heen had verzameld, zodat hij... Die groenvoorziening en reorganisatie, dat is bevallen. Want ja, eigenlijk voor de bedrijfsresultaten. En dit jaar verwacht ik ook dat er nog grotere opdrachten. Ja, ja. Ik liep hier een jaar geleden verder gestuurd. Maar ze hadden al personeel, dus helaas voor.
Que o abstrato da água, que é o abstrato para quê? Para quê? Oh, oké, ja. Ik, als je in de garage zit, dan kan je weer uitrijden dankzij zo'n... É um trabalho que eu achei que foi uma benção para mim. Eu achei que Deus é que mandou esse trabalho para mim. Ah, eu acho legal om daar te werken. Het is een groot zegen van om daar te werken. En hoe zie jij de toekomst van Hetema Service? Dus como você acha que o futuro desse trabalho? Ja, eu tenho geloven na God. E eu tenho toda a certeza que se Deus me mandou ali e os chefes que eu tenho estão abençoados, vai crescer mais e mais e mais. Eu acho que se God me ajudou para dar a verga, eu acho que o seio de God vai nog groeien. Ok, dankjewel voor dit korte interview. Thank you.
juridisch advies over arbeidscontracten, over financiële contracten. Als het debiteuren niet betalen, eigenlijk juridisch adviseur. En hoe zie jij de toekomst voor Hentema? Ik vind het geweldig hoe Hentema gegroeid is van klein bedrijf nu naar een groot bedrijf. Als je de ontwikkeling in zijn uren ziet, in zijn personeel, in zijn locatie, is echt geweldig. Heel indrukwekkend. Mooi, dankjewel. Toen is Jaren opgestart met de fietsen, paardrijden en paardhouderij. Oh ja, ja. Weet je, dit gaat er gewoon niet door. Dus we gaan er een bootje. Tot daar is zij natuurlijk inmiddels 17, terwijl er al 12, 13 jaar aan de plein zitten. En dan had dat zo wel veel ervaring op dat gebied. Dat eigenlijk. Zo dat we het onthouden, omdat we dat we in de nieuwe gebaren gingen leren. Oké, dat is standaardiseerd. Dat is dat kaas. Is niet lekker? Ja, nee. Ik is wel heel erg sterk. Ik heb een zingeltje op de piek.